Ik sluit af met een quote van Milton Moreira Moreno. Als jij naar kinderen gaat luisteren, wij zijn de toekomst, snap je? Wij moeten het gaan doen wanneer jullie hier opstaan en denken, ik ga met pensioen. Dan is het onze lichting die het moet overnemen. Maar ja, als onze lichting geen vertrouwen in jullie heeft of dat nooit heeft gekend, dan moeten jullie niet verwachten dat wij dat gaan doen. Ik dank u heel hartelijk voor uw aandacht. Dan wil ik... Ja. En dan wil ik nu inderdaad de voorzitter van de Tweede Kamer, hij is al onderweg, Martin Bosma, uitnodigen om dit rapport in ontvangst te komen nemen. Ja, jullie sparen niemand. En terecht, denk ik. Geachte leden van de commissie, voorzitter Van Nispen, oud-leden van de commissie natuurlijk, geachte aanwezigen. Tja, dat was een indrukwekkend en indringend verhaal zojuist van voorzitter Van Nispen. Indringend, omdat het een inkijkje geeft achter de voordeur. Het leed dat mensen, en die vaak al in kwetsbare posities verkeren, is aangedaan hoe zij van de ene op de andere dag fraudeur tussen aanhalingstekens werden en tot welke ellende die neerwaartse spiraal leidde. Indrukwekkend omdat de commissie haarfijn het fraudebeleid analyseert en daarin de zwakke punten blootlegt, hoe checks en balances gewoon niet functioneerden en hoe signalen die er wel degelijk waren niet werden opgepakt. En de commissie komt tot de conclusie, verwoord in de titel van het rapport, dat de overheid blind is geweest voor mens en recht. Grondrechten zijn geschonden en een grote groep mensen is jarenlang vermorzeld in een systeem. En daartegen vechten was eigenlijk al bij voorbaat kansloos. Harde conclusies, conclusies die raken aan de essentie van onze rechtsstaat. Dat het fraudebeleid de afgelopen decennia flink van de rails is gelopen, dat wisten we al. De parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag, de POK, toonde dat eind 2020 al aan met haar fameuze rapport Ongekend Onrecht. Dat onderzoek ging vooral over het wat. Wat ging er mis? Maar minstens zo interessant zijn de vragen hoe en waarom? Hoe heeft het zo mis kunnen gaan? Waarom is mensen dit onrecht aangedaan en waarom is er niet eerder ingegrepen? En hoe kunnen we herhaling voorkomen? En juist deze vragen zijn opgepakt door de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Dames en heren, een parlementaire enquête is het zwaarste wapen, het zwaarste controle-instrument dat we hebben, wij als Tweede Kamer. Dat wordt niet zomaar ingezet. En het feit dat in korte tijd is besloten tot het opzetten van maar liefst 3 enquêtes, namelijk over de aardgaswinning in Groningen, het fraudebeleid en nu ook corona, zou je kunnen duiden als toeval. Maar ik zie echter 3 grote afzonderlijke problemen, elk met een enorm maatschappelijke impact. En het is goed dat het parlement dan diepgaand onderzoek doet, ook als de enquêtes elkaar in tijd enigszins overlappen. Het instrument parlementaire enquête is niet aan een maximum gebonden. Als er een noodzaak is, dan moet je gewoon naar dit zware middel grijpen. En vandaag is weer eens gebleken hoe terecht dat is geweest dat we dat hebben gedaan. Het rapport is nu af, maar het werk is niet klaar. Het is zaak dat de conclusies en aanbevelingen uit het rapport ter harte worden genomen. Want zoals de commissie zo treffend schrijft, verwoeste levens kun je niet repareren en een ontnomen, zorgeloze jeugd kun je niet teruggeven. En daar ligt dus een opdracht voor de politiek en ja, ook voor de Kamer, voor ons parlement. Juist omdat de commissie erop wijst dat de politiek steken heeft laten vallen. En ik heb even meegeschreven met voorzitter Van Nispen. En het is keihard wat hij zojuist nog eens even zei. Alle staatsmachten toonden zich blind voor mensen. Laat dat eens op je inwerken. Alle staatsmachten blind voor mensen. Het is een keiharde conclusie. En die conclusie treft ook ons als Tweede Kamer.
Deze commissie houdt ook ons parlement een spiegel voor en zegt gewoon bikkelhard, de Kamer heeft gefaald en dat mag de Kamer zich aanrekenen. Ik neem aan zonder meer dat het ter sprake komt in het debat dat we hier gaan voeren. Te meer ook omdat voorzitter Van Nispen zegt, dit kan morgen weer gebeuren. Qua proces, we hebben eerst het debat tussen de Kamer en de commissies, dan komt er een kabinetsreactie en dan een Kamerdebat hier in de plenaire zaal. Dames en heren, ik wil graag mijn grote dank en waardering uitspreken aan de leden van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Niet te onderschatten hoeveel werk zij hebben geleverd en hoeveel uurtjes zij in dit onderzoek hebben gestoken. Het is prachtig werk, het is mooi werk, vaak op de achtergrond, maar je moet het maar wel even doen. Mijn dank gaat specifiek uit natuurlijk naar voorzitter Michiel van Nispen en naar commissieleden Senna Matoeg en Thierry Aartsen. Maar ik wil ook mijn dank uitspreken aan de oud-leden. De verkiezingen, dat weten we, die kwamen wat eerder dan wij met z'n allen voorspeld hadden. En dat leidde tot grote verschuivingen in de Kamer. En daardoor hebben 5 leden bij het aantreden van de nieuwe Kamer, toen het onderzoek al in de eindfase zat, de commissie helaas moeten verlaten. Dat was jammer. Ze hebben heel veel werk gedaan. Maar ze moesten weg uit de Kamer. Dat is heel vervelend en ook heel pijnlijk. Dus daarom ook op de eerste plaats dank aan oud-voorzitter Salima Belhaj en de voormalig leden Farik Asserkan, Lammert van Raan, Sylvana Simons en Evert-Jan Slootweg. Het is goed dat jullie hier vandaag zijn bij de presentatie van dit project. En ik weet dat jullie je tot de laatste dag hebben ingezet voor deze commissie. Ik laat even een kleine pauze vallen, zodat mensen... En dank ook aan de initiatiefnemer, laten we dat niet vergeten, van deze parlementaire enquête. En ook zij heeft ons verlaten, Lilian Marijnissen. Ik heb zelf in een parlementaire enquête gezeten en ik weet hoe ongelooflijk belangrijk de staf is. Hoe ongelooflijk veel uurtjes, tijd, toewijding, zorg, ijver, liefde de ambtenaren van de Tweede Kamer die deze commissie hebben begeleid, hebben geleverd. En ook hen wil ik nadrukkelijk dank zeggen. Het is geweldig wat jullie weer gedaan hebben. Ik zou zeggen, het rapport ligt nu bij de Kamer en ik zie uit naar het debat. Dank u wel. Dan sluiten wij nu dit deel van de bijeenkomst af. Ik wil u allen uitnodigen om in het Statenlokaal onder genot van een hapje en een drankje na te praten met de commissie, met de oud-commissieleden. En dan gaan we zo dadelijk verder voor de media met de persconferentie. Dank voor uw aandacht en misschien tot een volgende keer.